Goedendag iedereen, ik ben hier aan de N290. Dat is de route tussen Hulst en Terneuzen in de provincie Zeeland. Het is ook wel nog even interessant hier het verkeer te zien. Dat komt overeen met een snelweg. Hier heb je geen autostrade. Het is dus één rijvak richting Hulst, idem voor Terneuzen. De afstand is ongeveer van eindpunt Hulst tot Terneuzen, beginpunt 20 kilometer. Hier heb je wel minder hinder van het lawaai dan bijvoorbeeld daar aan de E34 dat ik de vorige keer gefilmd heb. Dat is natuurlijk wel een drukke snelweg naar Antwerpen, kan je natuurlijk niet vergelijken. Hè. Maar het is ook wel even interessant. Dus hier in de spits, dat is het. Dus momenteel 9 uur. Dus de locatie hier, aan deze baan, heb je dan aan de linkerkant de route voor Vogelwaarde, dus Vogelwaarde, het dorp met 2000 inwoners, een breedte van 2 kilometer en dus verder de Westerschelde. Dus van deze locatie ben je in principe 14 kilometer, kan je zeggen, van de Belgische grens. Nog even van dichter. Dat is een 80 kilometer route. Dat gaat ook wel vlug met de auto. Ik zeg, met de auto ben je in 12 minuten aan het stationsplein van Hulst. Met de bus 35 minuten, omdat die bus eerst de volledige andere kant doet. Via Kloosterzande. En dan de andere kant hier nog even. De beelden richting Terneuzen. En iedere keer het open landschap en natuurlijk ook wel lokale woningen van die kleine locaties zo. Nou, dus dat is het hier in feitelijk iedere dag. Er is absoluut geen druk verkeer. Ik zeg enkel een bepaald moment. Nu is het wel de rustige spits nog even na 9 uur. Maar bon, om 8 uur kan het nog iets drukker zijn. Maar voor de rest is dat altijd het verkeer die we kennen hier van iedere dag. Thank you.
nog even hier op rechte lijn, zoals een landingsbaan. Dus het maximum dat ik kan gaan is hier. Je ziet nog even wel mooie beelden nu. Zo, beste mensen, was het hier even. De N290, verbindingsroute Hulst-Terneuzen met de dorpen hier tussen. Samenslag, Veer en enkele woonlocaties. Dat is het Zeeland. Veel ruimte. En veel fietsmogelijkheden. Ik zeg, fietsen kan je absoluut overal doen. Landbouwvoertuig. Zo, tot de volgende keer.